Terwijl Apple met iPadOS de iPad dichter bij de Mac brengt, heb je ook nog macOS Catalina. Deze grote update moet de Mac juist dichter bij de iPhone en iPad brengen. En wat de tofste functies zijn, dat ga ik je nu vertellen. macOS Catalina verschijnt waarschijnlijk in september, maar is nu al als publieke beta uit te proberen. Check in de beschrijving hieronder hoe je deze beta installeert en hoe je je Mac er het beste op voorbereidt. In de balk die nu in beeld verschijnt, zie je welke Macs de update ondersteunen. Het wordt voor ontwikkelaars veel gemakkelijker om iPad-apps over te zetten naar de Mac. Dit zorgt ervoor dat jouw Apple-apparaten veel beter samenwerken, maar vooral voor een veel beter gevulde Mac App Store. Daarnaast wordt er nog een nieuwe app geïntroduceerd, genaamd Zoek Mijn. Hiermee vind je je Apple-apparaten terug en vooral voor Macs is dit handig. Deze kunnen namelijk dankzij een Bluetooth-signaal alsnog teruggevonden worden, zelfs als ze dichtgeklapt zijn of in slaapstand staan. Het einde van het tijdperk is nabij. iTunes gaat verdwijnen. Het programma groeide uit tot een weerwaar van functies die nu wordt opgesplitst in 4 aparte apps. Muziek, podcasts, boeken en tv. Met die laatste krijg je ook toegang tot Apple TV+, de videodienst die eind dit jaar verschijnt. Ook handig is dat je eerst via iTunes je apparaten moest synchroniseren of backuppen, maar dit doe je nu direct vanuit de Finder, wat eigenlijk veel makkelijker klinkt. Ook schermtijd maakt de overstap van iOS naar macOS. Deze functie laat je sinds iOS 12 inzicht krijgen in je telefoongebruik en applimieten instellen. Een zandloper-icoontje in de menubalk van je Mac geeft straks dezelfde info als op je iPhone. De functie houdt bij hoeveel tijd je ergens aan besteedt per categorie. Denk aan productiviteit, games en social media. En dan wordt het opeens pijnlijk duidelijk waarom je scriptie niet opschiet, omdat je eigenlijk de hele tijd door je Facebook en Twitter tijdlijn bij te scrollen. We hebben ze al een tijdje op de iPhone kunnen proberen. Siri Shortcuts. Deze komen ook naar de Mac. Met deze spraakopdrachten maak je routines van veel voorkomende opdrachten en maak je Siri zo een stuk slimmer. Zeg bijvoorbeeld goedemorgen en zo gaat je schermhelderheid omhoog, je favoriete nieuwsapp wordt geopend en Apple Music start in. Handig toch? Heb je een iPad en een Mac? Dan kun je die eerste straks dankzij Sidecar gebruiken als tweede scherm voor je Mac. Dit biedt niet alleen extra schermruimte, maar laat je iPad ook fungeren als tekentablet met een Apple Pencil. Sidecar werkt zowel draadloos als met een draadje en ondersteunt apps van derden zoals Adobe Illustrator en Sketch. macOS Catalina introduceert tot slot Voice Control. En deze functie is vooral erg handig voor mensen met een beperking. Hiermee kun je namelijk macOS volledig bedienen met je stem. Pas tekst aan, open of sluit apps, swipe door de interface of blader door je bestanden. Allemaal met je stem. En deze audio die wordt versleuteld, zodat niemand erbij kan, zelfs Apple niet. Wil je nou meer weten over macOS? Ga dan naar iPhone.nl en abonneer je op dit YouTube-kanaal voor meer van zulke video's. En doe natuurlijk ook een duimpje omhoog voor deze video.